Mighty Mike is sinds 2014 de nummer 1 van de wereld. Zijn gekke bekken maken deze olijke Brabander tot een absolute publieksfavoriet. In deze Geld van de Sterren, Michael van Gerwen. Sinds een paar jaar domineert de sloopkogel uit Vlijmen, zoals van Gerwens bijnaam luidt, het dartwereldtoneel. Hij reist de hele wereld over en wint bijna alles. Het Groene Monster speelt zo'n 20 tot 30 toernooien per jaar. Hij is maar liefst 300 dagen per jaar van huis om zijn pijltjes te gooien. Het prijzengeld op grote darttoernooien is trouwens niet misselijk. Met de Players Champions finale sleept Van Gerwen 1 ton binnen. En met zijn tweede WK-titel verdient hij 395.000 euro aan prijzengeld. Daarnaast verdient Michael goed aan sponsors. Hoeveel precies, dat weten we nou niet. Maar we weten wel dat veel minder goede darters al snel zo'n 70.000 euro per jaar verdienen, terwijl ze helemaal geen wedstrijd gespeeld hebben. Maar we zijn er nog niet, want de Hulk heeft ook spullen voor de fans. Een officiële gesigneerde foto kost je €23,65. Het officiële gifgroene wedstrijdshirt kost €59. En een setje wedstrijdpijlen €96. Kassa! Met zijn prijzengeld, sponsors en fanshop heeft de vrolijke Michael hele leuke inkomsten. Maar hij geeft het ook graag uit. Tijdens toernooien zie je de dartkampioen met enorme klokken om zijn pols. Zo draagt hij bijvoorbeeld een Chronomat B01. En nou, die kost zo'n €6.000. En natuurlijk mag ook een Rolex Deep Sea niet ontbreken. Die kost naar verluid €13.000. Als klap op de vuurpijl heeft Michael een Hublot Big Bang van zo'n €20.000 aan zijn pols. Een deel van zijn miljoenen aan prijzengeld investeert Michael de makelaar in vastgoed. Allemaal in het gemoedelijke Brabant uiteraard. Zo koopt de destijds 23-jarige Michael van Gerwen in zijn thuisbasis Vlijmen een huis voor €220.000. En hij neemt er een hypotheek op van €185.000. In 2014 koopt Mighty Mike er een luxe gezinswoning bij voor €375.000. En het huis staat in het pittoreske Gemonde, lekker bij Vlijmen om de hoek. Met deze aankoop doet de darter goede zaken. Het grote huis van 230 vierkante meter verkoopt hij weer voor €490.000. Dat is dus een mooie bonus van €115.000. En de grote vriendelijke Van Gerwen shopt lekker door. Hij koopt een lap grond in Vlijmen. Hij koopt de grond voor zo'n €550.000 met een hypotheek van €1,2 miljoen. Hij wil er naar eigen zeggen zijn eigen droompaleisje gaan bouwen. En bij zoveel mooie huizen horen ook mooie auto's. Veel van deze bolides heeft het kale orakel gewonnen of krijgt hij van sponsoren. Zo wint Michael het US Darts Masters toernooi in Vegas. En naast een geldprijs van €37.000 krijgt hij daar ook een Ford Mustang GT ter waarde van €120.000. Toch besluit Michael om zijn auto in de States achter te laten. Want invoeren dat kost al snel €90.000 en dat is voor de Brabander iets te gortig. Maar niet getreurd, thuis in Brabant heeft coureur Van Gerwen nog genoeg auto's staan. En niet de minste trouwens. De darter heeft een mooie BMW X5 om lekker mee door het Brabantse land te crossen. En aan die auto hangt een prijskaartje van zo'n €100.000. Ja, gelukkig hoeft Van Gerwen dat niet zelf te betalen, want de auto is gesponsord. En na een jaartje of wat heeft hij er genoeg van en ruilt hij de BMW om voor een vette Audi A8 van naar verluid €120.000. Hoewel Van Gerwen 300 dagen per jaar van huis is, blijft hij graag nog wat langer van huis met zijn vrouw Daphne. Ze gaan namelijk graag op luxe vakanties. Samen met zijn vrouw Daphne gaat hij graag naar Ibiza, Dubai of Zuid-Afrika. Alleen de vlucht al kost zo'n 700 tot 1400 euro. En de tortelduifjes hebben smaak. Ze verblijven in de mooiste hotels. Zoals bijvoorbeeld in de Superior Suite van het One and Only Cape Town Hotel. Een weekje kost daar al gauw €12.000. En op Ibiza zijn ze vaak te vinden in Club Leo en daar kost een flesje water al een tientje. Een exclusief visgerecht kost daar €280. Doe maar duur. Exclusief of niet, Michael blijft een man van eenvoud. Het liefst gaat hij gewoon naar de Mac voor een paar burgertjes. Van Gerwen doet gewoon zijn ding. Hij is echt een self-made miljonair. Al blijft hij er zelf nuchter onder. Wat er ook gebeurt, ik blijf gewoon een boer. Al dus Michael. Michael is op zijn top van zijn kunnen en hij is pas 28 jaar. En als hij in dit tempo prijzen blijft winnen, dan zal zijn geschatte vermogen van €7 miljoen verveelvoudigen.